Dit was mijn droom. Een professionele opera, gezongen door gewone Amsterdammers. Een jaar daarvoor was er alleen nog maar een winnend plan voor een woningbouwvereniging. En bloemen. En iemand die de avond aan elkaar praatte. Floradorp in Amsterdam-Noord. Bij de pont over het IJ rechtdoor. Hier woon ik, al 8 jaar. Een voormalige vogelaarwijk. De meest veilige wijk van het land. Ze zeggen dat hier niet ingebroken wordt. Want wie hier inbreekt, die is dood. Niet de meest makkelijke wijk om een opera te beginnen. En dit waren dus mijn medebewoners. Die ik tot op dat moment eigenlijk nog helemaal niet kende. Floradorp werd gebouwd in 1926. De Amsterdamse binnenstad barst in die periode uit zijn voegen, verpauperde en op grote schaal werden woningen onbewoonbaar verklaard. En zo kwamen gezinnen met soms wel 10 kinderen ineens het IJ over, naar de Rimboe, naar Floradorp. Ze kregen tegen een lage huur 3 of 4 slaapkamers. Een natte cel, een douche dus, was er niet bij. Vanaf het begin was het hier een hechte gemeenschap. Iedereen kende elkaar, nog uit het centrum natuurlijk. 85 jaar later was Floradorp nog steeds een hechte gemeenschap. Maar ook in naar binnen gekeerde, bijna volledig blanke wijk. Er gebeurde niet veel. Er kwam weinig tot niets van de grond. In ambtelijk jargon heette het dan ook dat de participatie aan activiteiten er zeer gering was. Floradorp ontleende wel nog steeds, likkebarend bijna, bekendheid en beruchtheid aan het jaarlijkse oudjaarsvuur. Ik hou zo van mijn muziek, weet je wel. Dat wilde ik doorbreken. Floradorp opnieuw op de kaart zetten, een nieuwe traditie geven, naast het vuur. Mensen grenzen over laten gaan. Maar hoe zat het met de liefde voor opera in Floradorp? Opera? Nee. Nooit gedaan. Ja, toen ik klaar was, werd ik jonge Marie Lanza genoemd. Hoog zingen, hè? Nou, dan ben ik, persoontje, David en Anton. De grootste hit, dat was Floyd de Meu. Floyd de Meu, de grootste hit. Want die rommel heeft met seks toch niets te maken. Al ons botten doen zozeer, je hoort ze kraken. Nee, we hoeven het echt niet meer, we zijn geen reu. Het is een vuile, vieze troep, die vleude meu. Ja, dat was een hitje vroeger. Het moet Frans wijzen, maar dat betekent weet ik ook niet. Ik vond dat iedereen mee moest kunnen doen aan de volksopera. En dat er audities moesten komen. Dus ik plakte de wijk vol posters. Dat kan nog gewoon in Floradorp. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Er zouden zo'n 30 bewoners naar de voormalige trouwzaal van het dorp komen. Ik had in de tussentijd een professionele jury bij elkaar gezocht. Ik ben John, de tekstschrijver. Ik ben al begonnen met teksten, maar we laten natuurlijk een beetje afhangen van de mensen die mee gaan doen. Ja. Dus dat is mijn taak. Ik ben Marianne en ik ga het zingen begeleiden. Ik ben de zangcoach. En ik ben de dirigent. En ik kan je ook begeleiden als je wil. Ja, graag. Ja? Want in Morgen ben ik rijk en in Noord is dat gelijk. Geef mij maar Amsterdam. Goedenavond. Hallo. Ik ben Mario. Floradorpers bleken eigengereide, trotse mensen. Die wel konden zingen, al was het nog lang geen opera. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Er was een man die een oud-Hollands liedje zong. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Sorry, ik ben niet ingespeeld op u. Dag, mevrouw. En er was een heuse dominee in het dorp komen wonen, die in het Fries zong. Sommige Floradorpers waren onvindbaar. Nee.
Hoi, hey, Marianne. En als ze dan eindelijk kwamen, hadden ze andere plannen. Wat wil je voor ons zingen? Ja, eigenlijk wou ik helemaal niks gaan zingen. Wat mooi. Er waren Florendorpers die heel gewoon in hun trouwjurk kwamen zingen. En die ontevreden waren over de muzikale begeleiding. Op wat voor toon ga ik beginnen? Ik weet niet eens een toon. Maar er doken ook prachtige operastemmen op. Hadden die weer andere eisen? Het is hier veel te warm. Mag ik daar naartoe? Ja hoor, ja, maar doe maar. Absoluut. Je stikt het die vermoord. Ja, ja. Maar, je hebt een prachtige... maar gelukkig zat er dan ook een niet-blanke Florendorper bij. Met een goede stem. Al sprak die dan weer geen Nederlands. Er werd speciaal voor de opera een libretto geschreven. Een verhaal over Florendorp. Een soort Romeo en Julia. Met bloedige afloop. Maar hoe het nou precies zat... Ja, het gaat over een meisje die woont aan de dijk. En een jongen uit het Florendorp. Of is het andersom nou? Nee, volgens mij is het zoals het komt is. Komt die jongen nou van de dijk vandaan? Nee, die jongen komt uit het Florendorp. Oh. Ja, maar hallo. En Florendorpers melden zich ook echt aan. Om geld binnen te halen voor de volksopera startte ik een promotiecampagne. De plannen werden steeds groter en steeds megalomaner. Aan deze kant komt een tribune voor ongeveer 500 man... Aan deze kant komt het podium voor 20 man orkest. Jonge afgestudeerde muzici van het Conservatorium Amsterdam. In de tussentijd had ik het koor van de Buikslotterkerk bereid gevonden om zich voor deze gelegenheid om te scholen tot operakoor. Als je denkt, wat is die inzet van ze vergeet, knal hem er gewoon in. En als het fout is... Dan is het fout, maar dan staat er in ieder geval iemand die lekker aan het zingen is. Met hartstocht als nooit tevoren. En ik vond twee zeer getalenteerde solisten met banden in Florendorp die de hoofdrollen zouden zingen. Ik ben van jou de mijne. Wat zeg ik mijn oude? Of ik aan de mijne. Maar de Florendorpers die bij de auditie een solo hadden verworven, moesten hun eerste confrontatie met opera nog aangaan. Wel een lang voorspel, hè? Het rit ik niet, hoor, zo hoog. Is het de bedoeling dat er echt zo'n muziek... dezelfde basis? In februari gingen dan ook hun repetities van start. Thuis of bij de zangcoach. Waar ben je soms een ander op z'n ziel kunt trappen? Je verbleef. Ja. Campagne om geld binnen te halen voor de volksopera werd alsmaar gelikter en gelikter. Ik wil graag met jullie steun een relatief klein bedrag bij elkaar brengen. Ik denk dat het een hartverwarmend project is. Mensen doen nu totaal iets nieuws. De opera die verbindt ze ook echt. Ze worden in ieder geval uit hun huizen getrokken. En het resultaat is soms van grote schoonheid. Nou, toch, dat ze... Oh.
Ook vond ik twee jonge, rappende Floradorpers bereid een klassieke rap te zingen op Casta Diva van Maria Callas. Ja, ik weet het. Al moesten ze dat nog wel aan hun oma vertellen. Komt-ie. En Danny, en zeg het nou eens, pik. Wat moet je nou met zo'n arrogant verkakte chick? Wat moet je nou met zo'n kak, maar dan wat zo'n mokkel van de dijk? Nou, dit is dat je type dan naar Danny. En zeg maar nou eens dat. Wat moet je nou met zo'n achterbaks verkakte dan? Wat moet je nou met zo'n kak, maar dan wat... Ik heb die tekst eigenlijk helemaal niet meer nodig. Nee, joh. Het is eigenlijk overbodig. Oké. Maar vanaf april stapelden de tegenslagen zich op. Solist Rinus was van mening dat er met zijn teksten gerommeld werd. Droog. Soms dan kijk ik. Ja, maar wacht, dat klopt helemaal niet. Maar wat is er nou? Wacht even. Hou hem vast. Ja. Je moet er wat voor over hebben, schat. Solist Frans biecht hem ineens op dat hij door een herseninfarct, een TIA, geen nieuwe teksten meer kon onthouden. En de dingetjes die ik onthield, dat was één zinnetje of twee zinnetjes. Ja, dat is te doen. Dus ik dacht, oh, het gaat goed. Nou, dat komt terug, En dan word je enthousiast. Ja, dat was een beetje te enthousiast gedacht, denk ik. Dat was een foutje. Dus niet. Maar het ergste nieuws kwam een maand voor de uitvoering van solist Mario. Toen wou ik opstaan. Laat van opstaan, viel ik op drie stoelen naar de rechterkant. Toen zei mevrouw tegen me, doe even normaal. Want ik deed dat wel eens meer, voor een geintje. Maar dit was geen geintje. Dit was echt een TIA. Maar dat wist niemand. Tussen alle TIA's door begonnen dan ook de repetities van het orkest van jonge, afgestudeerde Conservatorium Amsterdam muzici. Ik ben gewoon nerveus. En stapelden ook de zenuwen zich op. Ik heb helemaal geen zin. Kom op, Anja. Je kan het. Kom op, je laat je het niet kerst staan. Kom op. Tok. Zie mijn ding. Annie, kom. Het komt wel goed allemaal. Gewoon diep ademhalen. Je zus is er. Ik zie de beeld gaan uit, hè. Zo wil ik met jou wel in het huwelijk treden. Ik heb niet komen. Nou, dan moet ik wel allemaal parkeren. Waarom? Kwam er verheugend nieuws van Mario, die door zijn TIA nogal wat vergeten was, behalve zijn tekst. Maak meer vaat dan de rest. Kom terug naar Noor, daar waar je hoort. Je nest die Floradorp. Kijk, dat doe ik zomaar eventjes uit mijn hoofd. En vond ik zomaar een perfecte Floradorpse vertelster voor de opera, die ook nog goed kon zingen. Alles is vergeven, alles is voorbij. En toen was het nog maar even tot de generale repetitie. En gelukkig. Hij was er, met toestemming van het revalidatiecentrum. Solist Frans had een manier gevonden om zijn teksten te kunnen onthouden. Kijk, Hans, heb je het gezien? Kijk, moet ik nog wat leuks zien? Oh! Het werd een generale repetitie die niet erg soepel verliep. En die soms zelfs ronduit stroef verliep. Die geluid en dit bromgeroffel moet gewoon iets langzamer, dat er een beetje dramatisch zit, weet je. Ik ben een perfectionist, weet je, en dit is, voel ik me gewoon echt onwaardig gewoon. Ik wil het gewoon tot een goed einde brengen, weet je. De hele tijd zit ik me zenuwachtig te maken en dan komt het tot dit, weet je. Maar er waren ook lichtpuntjes. Schuif aan, doe maar mee, wat kunnen we laten gaan. Want het kan zo vaak dat je niet gaat.
De dag erop werd het groot onderhoud in Florendorp volbracht. Jongens. Werden er de laatste feestmaaltijden aangericht. Maar het smaakt. Maar kwam ook het nieuws dat er nog geen vergunning was voor de Volksopera. Als die door zou gaan, dan zal Stadsteel zeggen... Je had je vergunning maar eerder moeten aanvragen. Met andere woorden, zodat het risico op mij afgewendeld wordt. Ik heb geen evenementenverzekering. Volstrekt onverzekerd. Maar ik ga het nog niet vertellen aan de mensen. Aan de deelnemers. Want misschien komt het nog wel goed. Maar kort voor de première was dan toch alles geregeld. En was het geld min of meer rond. En kon net als vroeger... Sinds april begin in 1928
hand lijkt haast bevroren. Is je handschoen kwijtgeraakt? Spontaan verdwenen. Je mag de mijne lenen. Mag ik je vragen, ze dagelijks te verdomd, ik mag dan arm zijn, maar opeens voel ik me rijk. De zon, de zon heeft voor mij de winterkou verdreven. De zon, die is gaan schijnen, toen zij haar hand lag in de mijne. Ik voelde de kou zo verdwijnen. Dwars door die koude handdruk voelde ik warmte groeien. En mijn hart is gaan bloeien als een lentetuin vol rozen en narcissen. Meer dan die zonder. Maar dat dat blond was, dat er tot blond en blond was. Maar geen was zo mooi als zij. Mijn hart heb ik verloren. Vergeefs, mijn kans dat zo als ik aan zou vragen. Angst voor het onbekende, zou zij daarvan vrij zijn? Zou zij als ze me kende was het in Florendorp het nieuws van de dag. Danny verliefd op een meisje van de dijk. Die eerste dagen had iedereen het erover. Bij de bakker en de kruidenier. Danny zelf zagen we al een tijdje niet meer op straat. Hij had een grote schildersklus aangenomen, zeiden de mensen. Maar we hielden het erop dat hij zich ook wel een beetje schaamde voor die hele vertoning bij het oudejaarsvuur. Dat hij ook wel snapte dat het niet serieus moest worden met het meisje, omdat dan de rapen gaar waren in het dorp. Ook Joop en Marion, zijn ouders, hadden het er niet meer over. Beter voor hun gezondheid ook.
Joop's hart was al niet zo goed. Ten slotte was iedereen het hele voorval alweer vergeten. Totdat er een paar weken na oudjaar weer een feest was in het dorp. Het buurthuis bestond 50 jaar en dat moesten we vieren. Ik was er ook bij. En Danny ook zowaar. Hij had het hele meisje al lang weer uit zijn hoofd gezet, had ik de indruk. Maar zij hem ook? Ja, dat is de vraag. Schuif aan, pak een mok of een glas en schuif aan. Wie heeft zin om vandaag van de partij te zijn? Schuif aan, laat de wijn en de borrel niet staan. Grijp een glas of een fles en schuif aan. Het bier en de wijn gaan van hand tot hand. De ober kan haar zien aan. Dit feest gaat door tot de vroege morgen, want veel eerder wil hier geen mens vandaan. Thank you.
dank, zeg ik dank. Voor die verrukkelijke fijne drank. Voor de rum en de jenever en de jenever. Whisky zeg ik dank. Ik zeg dank voor sterke drank. Voor de rum en de jenever en de jenever. Voor de rum en de jenever. Voor de rum en de jenever en de whisky zeg ik dank. Ik zeg dank voor sterke drank. Zij vergeten. Wil je echt je leven delen? Ja, ik wil als je vrouw. Je leven lang. Blijf ik bij je nagaan. Niemand in Florendorp wist dat onze Danny en die Rosemarijn gezoend hadden toen die avond. Maar hun blikken vertelden genoeg. Als het dorp het toen al had geweten van die kus, was de pleuris er meteen al uitgebroken. Nu ging het langzaam, heel langzaam. Maar toch, het was de volgende ochtend. De drank was uitgewerkt misschien. Zijn vrienden waren het er niet mee eens. En die waren, zoals alle Florendorps, heel direct. Het maakte eigenlijk helemaal niet uit of Danny en Rosemarijn nou gezoend hadden of niet. Er waren dingen die je deed en dingen die je niet deed. En dingen als flirten met een meisje van de dijk was één van de dingen die je niet deed. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Dat zette bij je geboorte als Florendorper ingestampt, denk ik. Dan overschreed je een grens. Een grens waarvan niemand nou precies wist waar die liep. En waarom en hoe. We kenden alleen de verhalen van vroeger.
Maar aan de overkant, thuis bij Rozemarijn op de dijk, leefden haar ouders met dezelfde onoverbrugbare tegenstellingen, merkten we niet veel later. Er waren dingen die je deed en dingen die je niet deed. En al had je de dingen die je niet deed helemaal niet gedaan, dat maakte niet uit. En al had je veel meer dingen gedaan, zoals Danny, dat maakte ook niet uit. Er waren dingen die je niet deed. En als je dat wel deed, moest je de rekening betalen. En Danny's vrienden wisten dat maar al te goed. Danny. 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 Zeg het nou eens, pik. Wat moet je nou met zo'n narregan verkakte chick? Wat moet je nou met zo'n kak, madame? Met zo'n mokkel van de dijk? Is dat nou je type? Dan zeg ons, Danny. Zeg het nou eens, pik. Wat moet je nou met zo'n arrogant verkakte chick? Wat moet je nou met zo'n kak, madame? Met zo'n mokkel van de dijk? Is dat nou je type dan? Jongen, zo'n vrouw is toch niks voor jongens als jij en ik? En ik durf te wedden dat je het hele leven verstikt. En ik zie het alweer allemaal gebeuren. Alle moeders en tantes op een rij staan om je te keuren. Tjonge jonge potverdomme Danny, waar ben je aan begonnen? Zo'n grietje van de dijk? Je neemt je dorp in de zaak. Maar Florendorp, daar ligt je hart. En Florendorp, dat is je pracht. En achteraf, daar zul je zien dat zij alleen problemen hebben. We zijn toch stuk voor stuk gevallen van een stuk. Hun wijn uit de kristallen glas en jij je bier uit de fust. Maar ik weet, ze kus je wel met liefde en passie. Maar wij vinden het geen verrassing, gabber, als ze je dumpt. De Danny, je moeder. En Danny, je vader. Danny, je zusje. Iedereen voelt zich verraden. Want wij zijn je vrienden. En wij die staan bij. In goede, maar ook zeker met tegenslagen in slechte tijden. Danny, het veldje. En Danny, het grote vuur. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat je weer ziet, dit is je buurt. Daar liggen je wortels en hier je verhalen. Danny, je laat zo'n meid van de dijk nog niet je toekomst bepalen. Want Danny, je hele familie en Danny, de hele buurt. Wij vragen ons af hoe lang dit hele grappie voor jou nog duurt. Want wanneer zien wij je eindelijk weer eens een keer terug bij het vuur, hè? Danny. Danny. Zeg het nou eens, pik. Wat moet je nou met zo'n arrogant verkakte chick? En wat moet je nou met zo'n kak, madame, met zo'n mokkel van de dijk? Is dat nou je type dan? Danny, kom op nou. Zeg het nou eens, pik. Wat moet je nou met zo'n arrogant verkakte chick? Wat moet je nou toch? Met zo'n kak, madame, met zo'n mokkel van de dijk? Is dat nou je type dan? Je wordt gedumpt, verdomme, ik heb het toch gezegd, of niet, mis? Ja, je hebt gelijk, en ik zie het ook, vind echt. Hoe kan je jezelf en je dorp zo verloochenen? Je was een goochelaar met de vrouwtjes, maar nu ben je aan het vogelen. Met de vrouw die wij niet eens mogen, en wij mogen het tegen je zeggen. Want Danny, wat ben je nou weer aan het toveren? Gooi die heksenketel weg en kom weer in het dorp terug. Geloof je me, wij hebben je rug. Waarom vluchtte je? En wat loop je nou te zuchten? Wat? Geen woorden terug, niks in te brengen. Zeker grap en je ziet het pas. Als het allemaal te laat is. Dus wees ervoor en zet die stap, want je bent geboren in dit gat. Je moet trots zijn. Omdat je groot bracht. En dat is de waarheid, grap. Natuurlijk, de praal is prachtig. En de familie is vast machtig. En enkel alleen de gedachte. Aan al dat geld, dat doet vast lachen. Maar dit doet niet zo krampachtig. En zie wat er achter die lach wacht. En geloof ons, dat is echt niet wat je verwachtte. Lul Hannes. De dijk, doe normaal. Je weet toch waar je vandaan komt? Je roots. Danny, ik trek dit niet. Ik zoek het maar uit. Want dit. Ga. Zeg het nou eens, pik. Zeg het nou eens, pik. Hé, hey, krijg het zeepokkenlazers, man. Godverdomme. Weet je het zeker? Op, krijg de tyfus. Takkenleiers. Oma, ze zitten me ongelooflijk om uit. Zeik. Ik kan je precies vertellen hoe het ging. Nee, dat ben ik nog niet vergeten. Het draaide eerst om de familiekring. Als je ruzie kreeg met een ander, dan vroeg je eerst je eigen pa om raad. Kwam het dan nog niet tot elkander, dan stonden ooms en neven op paraat. Jonge vroeger zoals geven, joma weet nog. Praten. En dat deden zij in
z'n twee. Maar even later debatteerden alle klanten mee. In de sportij! Het werd geschonken en gedronken en dan was het klaar. Kom met het bij! Nog niet beklonken, nou dan vroeg je het af. Yeah.
op je pa, wat ik voel. Ik kan toch op je bouwen. En mama, ik bedoel, ja, met hem wil ik trouwen. Houd mij niet tegen. Wees alsjeblieft verheugd en geef Danny jullie zegen. Ja, hij heet Danny. Ik hou. Thank you.
Dennis' vader was een echte goedzak. Hij zat al jaren zonder werk en toch stond hij voor iedereen klaar. Hij wist dat hij een zwak hart had, maar hij was altijd vrolijk. Zeker als hij wat gedronken had. Maar toch kon je Joop altijd midden in de nacht bellen om een klusje voor je te doen. Je maakte hem niet gek. Het enige wat hem gek maakte waren zijn duiven. De duiven waren zijn werk. Duivenmelken was zijn trots. Een van Joops doffers, nummer 1720... had dat jaar de race van Barcelona gewonnen. En Joop was al gerespecteerd in Florendorp, maar nu nog meer. En ver daarbuiten ook. En Joop was nou typisch zo'n man die wist welke dingen je deed en niet deed in Florendorp. En wanneer je als Florendorper een belangrijke duivenrace had gewonnen, dan was het dus feest in het clubgebouw naast de Antoniuskerk. Zijn wij de kampioenen van de duivensport. Ja, duivenmelkers, geef het voldoening, als ons allermooiste duif eerste wordt. Als je beste doffers en duivinnen zijn ingemand en klaarstaan voor transport. Voel je de spanning, zouden ze winnen? Welke komt als eerste binnen? Welke schiet met dat woord? Zijn ze weg, begint het lange wachten. Jij voelt in je hoofd de route van een vlucht. Je vliegt mee met bijzijn gedachten. Ogen turen naar de lucht. Naar huis, kom vlug, weer thuis. Oh. Kom vlug, mijn duifje, haas je naar je nest. Kom vlug terug, kom vlug terug. Vlieg snel, ja doe voor Flora dorp je best. Maak meer vaat aan de rest. Kom terug naar Noord, daar waar je hoort, je nest in Florador. Kom vlug, mijn duifje, haast je naar je nest. Kom vlug terug, kom vlug terug. Vlieg snel, ja doe van Florador je best. Maak meer vaart dan de rest. Kom vlug terug naar Noord. Voor
Koeien melken is geen sport voor watjes. Het is mooier nog dan de Europa-cup. In onze tuintjes, op onze plaatjes, zitten wij te wachten op de trots van onze club. Als je duif zo wat komt aangevlogen, zit je doodnerveus met je handen aan de klok. Blik naar de hemel, wat zien je ogen? Ja, daar is jij duif, hij knijpt, hij valt. Niets is een oog, niets is mooier dan hem thuis zien komen. Ja, zo'n medunaar, gedreven door zijn drang. Blijft hij weg, is hem soms iets overkomen. Wat duurt dan het wachten lang, of komt die nog, ja, zou die toch? Kom vlug, beduifje, als je naar je nest. Kom vlug terug, kom vlug terug. Vlieg snel, ja, doe voor Flora, doet je best. Maak weer de vaat aan de recht. Kom terug naar nood, daar waar je hoort. Je nest in Flora door. Kom vlug, beduifje, als je naar je nest. Kom vlug terug, kom vlug terug. Vlieg snel, ja, doe maar Flora door je best. Maak meer vaart dan de rest. Kom terug naar noord, daar waar je hoort. Je nest in Flora. Pa, pa. Ja, jongen. Wat is er? Ja, wat is pa, er? Kom op. Luister. Ja? Ik heb een meisje leren kennen. Nou, dat is leuk, jongen. En dat is nou mijn vriendin. Oké. En nu? Heb je een pa, kind? Pa, het kan me geen reet zeggen wat iedereen ervan denkt. Oh, god. Dat is niet goed. Ze woont op de dijk. Op de dijk? Dan weet je dat ook weer. Wat moet je nou met zo'n lellebel van de dijk? Pa, pa, kap nou. Kap nou, pa. Wat zit, kap nou, pa? Waar dan kap nou, pa? Met je grote bek altijd. Vuile schoft die je er bent. Met die del van de dijk. Visserik. Het is toch niet te geloven? Doe nog, pa, Jezus. Ach, haat dan je mond, alsjeblieft. Nooit had ik van jou verwacht dat jij zoiets stom zou doen. Dat jij zoiets stom zou doen. Had ik niet van jou verwacht. Heb ik jou soms groot gebracht zonder normen en fatsoen. Zonder normen en fatsoen heb ik jou niet grootgebracht. Waar heb ik dit aan verdiend? Wat je mij te schande maakt, omdat jij mijn eigen kind de verkeerde keuze maakt. Waar heb ik dat aan verdiend van mijn eigen kind? Denk nou toch na, dat zegt je pa. Denk nou. Denk nog eens na.
wat de buurt toch hiervan vindt. Denk nou toch nog, dat zegt je van... Oh, oh, pa! 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 Zo tijdje. Ook al had Danny een stomme zet gedaan door zijn relatie met die Roosmarijn van der Dijk, Florendorp zou nooit de dood van zijn vader aangerekend hebben. Joop had een zwak hart, dat wist iedereen. Zijn vader Rinus was ook al op zijn 40ste overleden. Maar blijkbaar voelde Danny zich schuldig, want hij vertoonde zich niet meer. En zelfs op de begrafenis van zijn vader was Danny er niet bij, weet ik nog. En dat viel slecht in het dorp. Dat viel heel slecht in het dorp. Marion en haar meisjes stonden er nu alleen voor. En alles veranderde toch al zo snel, vonden we in die tijd. Iedereen werd ziek of ging dood. Er kwamen nieuwe mensen wonen die we niet kenden. De mosselman kwam al niet meer. Als we toen hadden geweten dat later alle buurtwinkels uit Florendorp zouden verdwijnen, waren we gek geworden, denk ik. Ome Piet en tante Wies van de samenwerking, tante Saar van de groentewinkel, Wals op de hoek van de Wingertweg, de sigarenboer, de vorderman, de schillenboer, de zuurjood en de haringboer. Alles begon te gisten en te borrelen dat jaar, dat was het. En als Danny dat aangevoeld had, dan was het oké geweest. Maar hij was er niet. Thank you.
Papa? Papa? Papa, waar ben je? Kan je ons horen? Heb je gehoord wat de dokter zei? Dat je het gevecht hebt verloren. Nu ben je dood, zegt iedereen. Papa, ja, hoe groeien wraakgevoelens? Nou, ik weet het wel. Als je zelf te langzaam vooruit gaat en de rest om je heen gaat heel snel. Als je eigen huis begint te lekken en de huizen van je buren, daar op de dijk, mooier en mooier worden. Als je bent opgevoed met het idee dat we allemaal gelijk zijn en dat je voor elkaar op moet komen, maar dat sommige mensen daar geen behoefte aan hebben. Dat alles wat mooi was tussen je vingers wegglipt. En dat frustreerde het hele dorp. Al een tijdje, zeg ik erbij. Maar de dood van Joop, Danny's vader, zorgde ervoor dat al die gevoelens ineens omhoog kwamen, denk ik. En de vader van Roosmarijn? Ja, niet dat ze die man dood wilde hebben. Nee, alleen even heel goed laten schrikken. Maar ja, wie kon er nou weten dat er gasflessen in die bijkeuken stonden? Lapsen en de mond.
kwijt. Het heeft geen zin te zoeken naar verschillen. Zoek naar gelijkheid. Oh,
Oh,
Het kwam dus allemaal goed. Of het de goden waren, of de hemel zelf, of het toeval. De vrede keerde terug in Florendorp. De mensen rechten hun rug voor alles wat hen nog te wachten stond in het leven. Maar ze hadden er weer zin in. Danny en Rozemarijn trouwden. Ze verhuisden naar Purmerend, weet ik nog. Volgens mij wonen ze daar nu nog. Ze proberen al jaren een huisje te krijgen in Florendorp. Het huis waar Danny opgroeide in de Pirolenstraat staat te koop. Maar ze hebben het geld er niet voor. Zelf ben ik ook weggetrokken. Vanuit de Camillestraat in Florendorp kraakte ik met mijn toenmalige verloofde een huisje op de Buiksloterdijk. En daar woon ik nu nog. En iedere ochtend als ik wakker word in mijn bed op de dijk, moet ik denken aan wat Rozemarijn en Danny dat vreemde ongelofelijke jaar is overkomen. Ja. Hartstikke bedankt allemaal. Als eerst wil ik even de sponsoren bedanken. Woningcoöperatie IJmeren, met wie dit begonnen is. Het Stadje Amsterdam-Noord. Joop van Solingen van de Flora Weg voor zijn hulp. Het Stan Schram van Schram Filmstudio's. Voor al het licht en weet ik veel wat nog meer. Het Oranje Fonds, de Rabobank Amsterdam-Noord. Martin Deurwaarder, Eikersbouw. Via Martin ook Pactel voor het podium. Wagelaar aannemersbedrijf. Germa Baal Stijgers voor het prachtige podium. De Rotary uit Amsterdam-Noord. Het Steunfonds Jongerenwerk. De Klusfabriek. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Solid Amsterdam. De huurdersvereniging Floradorp natuurlijk niet te vergeten. WNW Sound. Historisch Centrum Amsterdam-Noord. En het Stadsarchief, de duifvereniging IJvogels uit Floradorp. Dank je. Oh!
Dan wil nu allemaal apart naar voren komen. Als eerste het Floradorpse kinderballet onder leiding van Marjolein Briels. De figuranten Thea, Pauline, Herman, Bodien, Rosella en hun moeder Brenda die ziek thuis is. Het geweldige Buikslotenkoor onder leiding van Jacqueline Fleskens. En natuurlijk onze verteller Ans Scheuring. Laat je horen. De solist Peter Lotte en Rinus van der Rijden. Anna Hoekstra en Suzanne Delsing. En dan natuurlijk de rapper Vincent Heren. En de rapper Michel Heren. Mario Elsinga. Ja, ja. En dan natuurlijk de oma van Floradorp, Gonnie Kroes. De zusjes van Danny vervolgens, Rosa Keizer en Vita Hoogland. De engel van Floradorp, Anne Klarenbeek en haar engeltjes, Romy, Mitchell, Lian en Sarona. Wat zien ze er prachtig uit. De geweldige soliste en zangcoach van dit project, Marianne Seliger. En dan figurant en tekstschrijver van deze volksopera, John Lust. Ja, ja, lekker John. Goed gedaan, hoor. De ouders van Rosemarijn vervolgens, Lisbeth van Solingen en Q Yang Jong. En dan nog de ouders van Danny, Frans Cornet en Barbara Leenhoven. En de beste vriend die je mag wensen, Danny zelf natuurlijk. Charles Hens. Charles, bedankt. En het mooiste meisje van de dijk. Daphne Perenboom. Dan wil ik nu een daverend applaus voor onze dirigent. Ja, ja. Johan Berkema, dames en heren. Het geweldige orkest van jong afgestudeerde muzici van het Conservatorium Amsterdam. Dan een groot bedankje naar de lichtploeg onder leiding van Rob Goudsmit en de geluidsploeg onder leiding van Gijs Kater. Ja, ja. Alle vrijwilligers en medewerkers, speciale vermelding voor Marielle Berkelmans, Paul Vonk, Jos van Duin en Alice Fernhout. En dan wil ik nu een daverend applaus voor de mensen van de ordendienst. Lucien en Anke Tinneveld, vreselijk bedankt. Yeah! En dan nu eigenlijk de man wie het de meeste eer toebekomt. Dat is de aanstichter van dit alles. Hij heeft allemaal zijn best gedaan voor iedereen. Hij heeft dit toch allemaal gerealiseerd dat jullie hier komen kijken vanavond. Daar komt hij al aan. Geef hem een keihard applaus. René van Erven. Thank you.
Ja. Dit was het. Ik hoop dat jullie hebben genoten van ons allemaal. En met Gods gratie zien we jullie volgend jaar allemaal weer terug.